ik zal me even voorstellen. Ik ben Bart Bruntink. Ik ben 27 jaar oud en ik werk hier nu 4 jaar fulltime en 6 jaar als trainer. Hoi, ik ben Marit. Ik ben 19 jaar en ik werk nu ongeveer 3 maanden bij City Bootcamp. Nou, ik ben dus Dion. Ik ben 25 jaar en ik geef nu ongeveer een maand training bij City Bootcamp. De grootste blunder die ik tijdens een les heb gemaakt was dat ik een oefening aan het uitleggen was. En achter mij stond de tas met de spullen van de deelnemers en er stond een hond tegenaan te plassen. Blunder, dat weet ik niet echt, want ik heb nog niet echt iets spannends meegemaakt. Dus ik denk dat die nog gaat komen. Nou, ik dans eigenlijk niet, maar als ik er een sappie in heb zitten, zoals ze dat zo mooi zeggen, dan wil ik wel eens de rups doen. Moet ik hem ook echt voordoen? Daar is hij. Is hij oké? Okay? Ja? Oh, nice man. Favoriete dansmove is denk ik toch de grapevine, dus daar komt hij. Een guilty pleasure voor mij is een broodje pindakaas met pure hagelslag en een koud glas melk. Mijn guilty pleasure is denk ik toch Temptation Island kijken, want dat vind ik toch wel heel leuk. Ik schaam me eigenlijk niet zo gauw voor iets, maar als ik moet kiezen dan denk ik dat het Marco Borsato meezingen in de auto is. Wat bootcamp zo leuk maakt is dat we het natuurlijk met z'n allen doen en dat we het altijd buiten doen. Ja, ik vind sowieso sport op school al heel snel heel muf, dus ik ben heel blij met de buitenlucht hier. En iedereen die hier komt, die wil hier ook echt zijn. Dus dat is het grote verschil met een sportschool. Ik zie daar heel vaak mensen gewoon op een apparaat zitten. En weet je, we zitten al heel dag veel te veel, dus om nou in de sportschool ook nog weer te gaan zitten, zonde van je tijd. Kom lekker bootcampen en zorg dat je daardoor fitter wordt. S'nachts wakker maken heb ik liever niet, want ik hou echt toch wel van mijn slaap. Maar als er echt iets is, dan neem ik toch wel voor sushi, want dat vind ik wel echt heel lekker. S'nachts wakker maken. Een lekker biertje met vrienden, ik denk dat dat het is. Ja, een biertje drinken met een grote groep vrienden, daar mag je me s'nachts voor wakker maken. En daar blijf ik ook voor wakker trouwens. Niet. Maar waarom niet? Nou ja, gewoon, laat me gewoon maar rust, laat me gewoon slapen. Wat ik nog even kwijt wil naar de bootcampers is dat ik jullie ontzettend dankbaar ben dat jullie al zo lang bij ons trainen. De nieuwe die verwelkom ik openhartelijk. Ik ben echt blij dat jullie hier zijn en laten we nog veel jaren doortrainen. Wat ik nog wil zeggen tegen mijn bootcampers is blijf vooral naar mijn lessen komen en ik zie je snel weer. Nou, ik wil nog tegen jullie zeggen dat jullie echt allemaal super goed bezig zijn. Lekker terug blijven komen, want dan heb ik in ieder geval een gezellige avond met jullie. En goed bezig en tot snel weer. Ja.